Voor mij is de stap van de theologie naar de politiek eigenlijk een heel logische. Het is geen totale overstap, want ik doe het allebei. Maar ten diepste gaat het voor mij om twee gestalten van dezelfde drijfveer, van dezelfde passie. En die passie zou je misschien kunnen noemen het geloof dat de wereld beter kan zijn. Dat we niet vastzitten aan de status quo, dat we niet vastzitten aan alle problemen die daarmee te maken hebben, maar dat het mogelijk is om het leven, om de wereld, anders vorm te geven. Ik merk dat ik op een gegeven moment, op mijn 13 hoog, over Amsterdam uitkeek op de VU. En over dingen aan het nadenken was van, ik dacht van daar zou de wereld wel wat aan hebben. Als we wat meer, nou ja, en dan gaat het over denken over tolerantie en over verbinding tussen mensen maken, over dialoog, al die dingen meer. Maar de echte beslissingen worden ergens anders genomen. Niet op 13, 14 hoog op een universiteit. En de mensen die het aangaat en die daar iets over te zeggen hebben, die lopen ergens anders rond. En als ik zie dat dan het politieke debat heel sterk bepaald werd en eigenlijk nog steeds wordt door polarisatie, door uitsluiting aan de ene kant. En misschien nog wel erger, de hele politieke neiging om alles te vertalen in simpele economische cijfers. Dat als de BV Nederland maar weer winst gaat maken, dat we dan wel weer gelukkig zullen worden. Nou, dat is van een platheid. En van een, op termijn van een schadelijke uitbuiting, dat ik dacht van ik kan er geen genoegen mee nemen om daar op 13 hoog iets over te vinden. Ik wil me daarmee bemoeien. Ik vind dat het anders moet. Ik denk niet dat je het werk moet gaan bij als inspiratie. Ieder mens heeft zijn inspiraties en dat mag ook een religieuze zijn. Maar je moet wel uitkijken hoe je dat gebruikt. De Bijbel als, of de christelijke traditie als context of discovery, dat wil zeggen dat je daar verhalen tegenkomt, inspiraties ontdekt die jou drijven en van waaruit je tot bepaalde standpunten komt, prima, niks mis mee. Maar in het politieke debat heb je te maken met wat dan heet de context of justification. Dat wil zeggen, daar moet je met argumentatie komen, met rechtvaardigingen, met legitimatie van waarom je dit vindt. En dat veronderstelt dat er ook een common ground is met je gesprekspartner. Nou, als ik dan met argumenten kom op grond van een Bijbelse openbaring bijvoorbeeld, en anderen zeggen van, maar daar kan ik kan niet beoordelen wat ik daarvan moet vinden, omdat ik dat niet deel, omdat ik die common ground niet heb, dan hebben wij geen gesprek. Dus je ziet dat in de concrete politieke gesprekken die Bijbelse argumentatie eigenlijk geen rol speelt. Want we zoeken daar naar een common ground. Wat voor mij belangrijk is dat je... Dat ik me niet wil vastleggen op bepaalde vaste aanspraken bijvoorbeeld. Ik heb nu voor de Nacht van Theologie een boekje geschreven met als ondertitel waarom theologie haar claim op de waarheid moet loslaten. En dat heeft daarmee te maken. Ik vind dat we te vaak religieuze waarheden, laat ik zeggen, voorop stellen en daarop onze theologie, onze geloofsgemeenschappen bouwen. Wat heel snel uitsluitend werkt. Wat mij bezighoudt, wat mij interesseert, is hoe mensen, ikzelf, maar ook anderen, zoeken naar wat het leven betekenisvol maakt. In de politiek is iedere keuze die je maakt, iedere wet die je goedkeurt, die geeft bepaalde vrijheden, maar ook bepaalde onvrijheden. En elke partij is erop uit om bepaalde vrijheden te vergroten en andere vrijheden te verkleinen. Als ik naar mijn eigen partij kijk, GroenLinks, dan zijn wij zeer voor individuele vrijheden. In die zin zijn we een liberale, misschien zelfs een vrijzinnige partij. Maar we zijn niet voor alle vrijheden, want de vrijheid om bijvoorbeeld de natuur uit te buiten, daar zijn we weer niet voor. Dus ook de dingen waar wij voor kiezen, zijn ook beperkingen van vrijheden. Dat is een beetje lastig met vrijzinnige politiek, dat je altijd mensen beperkt in hun vrijheid. Tegelijkertijd zeg ik er wel bij wat voor mij heel wezenlijk is, juist in de politiek, juist in vrijzinnige politiek, dat je er al is om wat langere termijn op uit bent dat mensen in hun vrijheid gestimuleerd worden. Dat ze zelf keuzes kunnen maken. En dat we niet door ons gedrag hier en nu anderen, bijvoorbeeld onze kleinkinderen of mensen in andere landen, in hun vrijheid beperken.